In deze video een Lightroom hack met het aanpassingspenseel. Hallo, ik ben Frank van Foto22 en leuk dat je kijkt naar een nieuwe Lightroom Quick Tip. Allereerst wil ik zeggen dankjewel voor alle reacties die ik heb gehad en dat we ondertussen bijna op de 100 volgers zitten. In deze Lightroom Quick Tip gaan we kijken naar een Lightroom hack voor het aanpassingspenseel. Ga mee, gaan we naar Lightroom. Oké, zoals je ziet, we zitten nu in Lightroom en ik heb weer een hele mooie foto van een kerk in Xanten. Maar ik zou het kleine muurtje, zou ik best wel wat lichter willen hebben. Dus ik moet hem gaan bewerken en dat doe ik natuurlijk in de ontwikkelmodules. En daarvoor gebruik ik het aanpassingspenseel. Die heb ik al ingesteld op iets meer een belichting van 1,15 extra, dus een belichting exposure. Ik heb ook de automask aanstaan. Voor de rest heb ik hier nog wat basisinstellingen gedaan. Nou, zoals je ziet, ik kan hier beginnen met een grote kwast en ik kan nu gaan schilderen. Alleen dan kom ik aan het einde niet uit. Want doe ik het aan het einde, dan is mijn kwast veel te groot, dan zou ik overal overheen gaan. Dus ik moet met een kleinere kwast beginnen en vervolgens ga ik hem heel rustig inschilderen. Maar ja, zoals je ziet, ik ga er ook wel eens naast. En dan moet ik met de Alt-toets, door de Alt-toets in te gedrukt te houden, kan ik dat weer ongedaan maken. Nou, zo schilder ik hem waar ik niet moet zijn weer met Alt-toets, haal ik het weer weg. Nou, ik moet hier en daar wel weer wat bijschilderen. Kortom, eigenlijk schiet dit niet heel erg op. Ja, en nu hoef ik maar één dingetje te doen, maar als ik nou heel veel moet doen van dit soort kleine aanpassingen, ja, dan ben ik daar heel lang mee bezig en we hebben het over een rechte lijn. Ik heb niet zo'n hele vaste hand dat ik met de muis, ik werk in Lightroom vaak met de muis, zo'n mooie lijn kan trekken. Gelukkig is daar ook weer een quick tip voor. In dit geval is dat de shift toets. We gaan eerst even de bewerking die we hadden ongedaan maken. Nou, rechte muisknop, delete, prima. Wat ik nu ga doen, ik laat alle instellingen voor hetzelfde staan, maar ik maak nu mijn muis helemaal groot en ik klik op het eerste punt. Vervolgens ga ik naar de andere kant en ik maak mijn muis gewoon weer een stuk kleiner, dat die ook daar gewoon netjes op het muurtje past. Ik hou de shift-toets in en ik klik nog een keer. En in één keer is mijn muurtje lichter. Netjes in de lijn zoals het zou moeten. Oftewel, Lightroom maakt van het punt waar ik als eerste geklikt heb, naar het punt waar ik de tweede keer klik met de shift toets één rechte lijn van. Nou, geweldig. En nu kan ik dat natuurlijk ook hier doen bij die pilaren. Daar wil ik wel even een nieuwe laag hebben, want die wil ik iets minder fel hebben als het muurtje zelf, iets minder licht hebben. Nou, ik klik bovenin, ik ga naar beneden, ik druk shift in en ik klik voor een tweede keer, hoppakee. En ook nu kan ik weer gewoon doorgaan, hup, bovenin klik, shift en beneden en weer een tweede keer. Nou, ook aan deze kant van de muur, nou, ook even een nieuw laagje. Dan ga ik van onder naar boven, prima. Klik 1, naar boven toe, shift indrukken en klik 2. En zoals je ziet, op deze manier gaat het een stuk sneller het bewerken dan dat ik wanneer ik een klein kwastje heb en elke keer overal overheen moet schilderen en waar ik overheen geverfd heb of geschilderd heb weer weg moet halen, omdat het niet netjes recht is. En dit was de quick tip voor deze keer. Ik hoop dat je er iets aan gehad hebt. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Tot de volgende video.